Met man en macht wordt door de vrijwilligers van Stichting Natuurhuis Almelo gewerkt aan de bestrating van het Natuurhuispaviljoen in het Toepark. De beroepsstratenmakers gaven instructies en voorbeelden en daarna konden de vrijwilligers aan de slag. De bestrating gebeurt met grastegels, waardoor het regenwater natuurlijk de bodem kan invloeien. We zijn 2 weken geleden begonnen met graafwerk, met de grond op de goede plek brengen. Oude plein eruit halen en het zand onder het plein naar de nieuwe plein brengen. Dus dat noemen ze dan het zandcunet. En daarbovenop hebben we nu de afgelopen week de eerste straatwerk gelegd. En dan gaan we volgende week afronden, okay. Als het goed is. En dan hebben we rondom het natuur, dus is dan alles in de stenen. Okay. Nou, en dan volgt een volgende fase dat we langs de weg, langs de Hagenborg, de parkeerruimte maken. Okay. En wanneer gaat de wadi gegraven worden? De wadi doen we het laatst, want dat moet aansluiten op zowel de hoogte van de kiss-and-ride plek, zeg maar de laad- en losplek langs de weg, als de hoogte van de bestrating onder het paviljoen. En daar zitten verschillende hoogtes in, dus een soort organisch ontwerp. Ja? En dat gaan we maken ter plekke, op het moment dat alle bestrating erin zit, kennis, en dan werken we vanaf daar met de kraan werken we naar de wadi toe. Oké, en dat schatje, wanneer is dat? Ja, ik denk eind september dat we klaar zijn. Eind september, oké. Een beetje aan de beschikbaarheid van de kraanmachinist.